Wie is de Mol heeft nu ook een app. Maak een pool aan samen met je vrienden en wie weet ontmasker jij de Mol. En mag je mee met de opnames van aflevering 1 van het nieuwe seizoen. En voor jullie heb ik dit. Ondanks de pot in Wie is de Mol niet altijd veilig is, kun je met deze envelop pot geld veiligstellen voor de toekomst. Dus het geld wat we verdienen, kan het meer waard worden. Als je het hebt geadresseerd aan iemand die in aflevering 9 nog in het spel is. Ik vind hem. Ik ben de eerste die heeft. Ik ben de test gaan invullen, vrijwel op één persoon. En dat betekent dat iedereen weer gelijk staat. Ik heb hem niet ingezet en ik... Wat goed van je. Nee. Dus jij bent gewoon door naar de volgende al. Jongens, momentje, we moeten beleggen. Ja! Ja. Sophie, jij zou graag ik ga 200 euro beleggen, zeker weten. Ja. Maar is het verstandig om dat in één envelop te doen? De enveloppen die zijn geïntroduceerd in deze serie van de Mol, die hebben ons voor heel veel kopzorgen gezorgd. Want we zijn continu in discussie over wat het nu eigenlijk betekent, hoeveel geld we moeten opsturen, wie dat mag beslissen, of dat dan groep moet, of je anoniem mag. Oh, alleen de vraag stuurt aan wie sturen we dat dan op? Ik sta open voor suggesties. Als jullie een suggestie willen doen voor een naam waarvan jullie vinden dat ik hem erop moet zetten, dan hoor ik het graag. Maar ik denk zonder van die envelop, want ik denk dat we de meeste dagen meer gaan verdienen. Want we hebben gewoon heel weinig verdiend de afgelopen dagen. Ik denk dat het meestal meer is. En dat je dan beter over twee enveloppen krijgt. Ik wil heel graag dat we het posten van de enveloppen aan groep doen. Want als je dat niet doet, dan weet je dus nooit of iemand het geld wel echt verstuurd heeft of verscheurd. Of dat hij geen naam op de envelop heeft. Je moet kijken naar de kans dat je het goed hebt dat je de juiste persoon hebt. Maar dan kunnen we morgen ook niet sturen. We kunnen het pas na de volgende executie sturen. Nou, we hadden alle mogelijkheden met die enveloppen voor mijn gevoel gewikt en gewogen. En voor mijn gevoel was de beslissing dat iedereen het zelf mocht doen met zijn enveloppen wat hij wilde. Dan heb ik gewoon gezegd, nou dan doe ik hem als eerst. Oké, volgens mij was iedereen het erover eens. Kun je het ook met z'n tweeën doen? Wat nou als wij gewoon besluiten om dat geld te versturen? Ja, precies. We blijven hier even hangen. Ik was ook benieuwd hoe ze zou reageren op mijn voorstel. Oké, Jamani. En ik gun het dat we de Mol dwarsbomen. En ik was namelijk ook heel nieuwsgierig wie zij op haar envelop zou zetten. Of je kunt precies splitten. Ja, veel meer nummers. Toen hadden we de situatie dat we dus allebei iets op die envelop gingen zetten. Maar het is heel dom als we het naar dezelfde doen. Dan heb je een puntje. Oké, we schrijven het eerst op zo'n puntje en daarna richten we op andere. Ja. Oké. 3, 2, 1. In principe zet je natuurlijk ook wel een potentiële mol op die envelop. Want die gaat sowieso ver komen in het spel. Dus je gaat best wel met de billen bloot. Oké. Laat zien. 1, 2. Oké. Wij weten van elkaar welke namen op de envelop hebben gezet. Nu maar hopen dat ze mij vertrouwt en dat het verbondje wel één op één blijft.
En dat ze niet nu met iemand anders deelt wie ze er heeft opgeschreven. Bij de vorige test kwam de zwarte vrijstelling in het spel. Door wie? Dat weten de kandidaten niet. Het was in ieder geval niet Owen. Hij moest het spel verlaten. Een paar dagen geleden gaf ik deze enveloppen aan de kandidaten. Bedoeld om geld naar de toekomst te sturen. Blijkbaar een aanlokkelijk idee. In ieder geval voor Freek en Sophie, die de complete inhoud van de pot, €2400, na aflevering 9 op de post deden. Terug naar onze tijden. De kandidaten gaan twee verschillende gezichten van Hongkong leren kennen. En elkaar. Het meest opvallend aan Hongkong zijn de oneindige rijen appartementencomplexen en wolkenkrabbers. Honderdduizenden kleine huizen bovenop elkaar. Stel je nou voor, je komt hier aan, je hebt geen straatnaam en je moet één appartement vinden in deze betonnen jungle. Dat is nou precies de volgende opdracht. De andere kandidaten zijn opgesplitst in twee teams en de nummers staan in deze telefoon. Elk team dat hier binnen 1 uur is, levert geld op voor de pot. Let's do it. En we moeten dus een tactiek gaan bespreken. Ons werd verteld, Aaf en Daphne zitten in een hoog gebouw. Jullie moeten ze vinden. Er zijn miljoenen gebouwen in Hongkong. Dan is het dus een bijzonder gebouw, neem ik aan. Ja, denk ik ook. We kregen twee busjes. Allebei, nou ja, omgerekend zo'n €10 mee. En rij maar ergens heen. Ik denk dat we inderdaad een apart, bijzonder gebouw. Het hoogste gebouw? Zo kunnen we nu niet gezamenlijk eerst vragen aan iemand wat is het meest bekende gebouw in Hongkong. Zullen we dat gewoon nu doen? Als we nu eerst met z'n zessen gezamenlijk vragen, wat is een iconisch gebouw in Hongkong? And is there another high, really famous building? A big tower, maybe? Ik vond ook nog een flyer met toeristenattracties en daar stond de Clock Tower in. Waarom de Clock Tower ineens? Wat heeft dat hier ook heel hoog of zo? Wat was maar dat stond omdat dat hier zo hardig is. Je pakt nu een plaatje uit een toeristenmapje. En dan gaan we, ik denk meer dat we te maken met gebouwen waar we al te maken mee hebben gehad. Want we kennen al die andere gebouwen niet. Wij blijven aan deze kant, jullie gaan naar die kant. En we hopen maar dat het duidelijk wordt met het telefoontje. En anders kunnen we het rondje heen en weer. Ja, je kan toch een rondje. Oké, let's go. Eigenlijk was het idee aanvankelijk om de twee teams te verspreiden. Dus één aan de ene kant van de stad, één aan de andere kant van de stad. Zodat in ieder geval één van de twee teams op de goede plek zou zijn. Maar wacht even. Is het niet slimmer als wij gaan naar dat hoogste gebouw, jullie gaan naar die Clock Tower. En als het die niet is, kunnen jullie makkelijk naar de hoofdkant. En het was eigenlijk pas op het allerlaatste moment, in een soort chaotisch ding, zijn we toch aan dezelfde kant van de stad gebleven. De opdracht was eigenlijk vrij simpel. Twee groepen die zelf mochten beslissen waar ze werden gedropt in Hongkong. En wij moesten zorgen dat ze binnen een uur bij ons in de hotelkamer waren. Ik denk wel dat we even moeten opletten of wie we het eerst binnenhalen. Kijk, als één team echt helemaal aan de andere kant van het water zit en no way bij ons kan komen in de tijd, dan moeten we misschien focussen op het andere team binnenhalen. Die anderen ook wat zeggen. We moeten ook even vragen of ze aan de andere kant van het water zijn. We gaan uit van het water. Ja, en we hebben vanuit het water gezien. Ja, maar goed, als je aan die kant staat, zie je andere dingen vanaf het water. En dat iconische gebouw, dat. Ja. Benoemen. Dat niet hier is. Niet hier is. Moet je die regenjasje niet mee? Ik heb hem bij me, dit is het. Hoogste hotel van de wereld. Als we uit de bus zouden stappen, had ieder team de keuze uit twee koffers te kiezen. Oké. Een hele grote of dit koffertje, een van die twee? Dit is zwaar sjouwen, dus als we ver moeten lopen, hebben we pech. Dit weegt echt helemaal niks. Het is dit of dit? Dit weegt echt. Ja.
niks. Ik denk dat er zelfs niks in zit. Maar het is wel makkelijker om mee te nemen. Ja, maar ik denk dat we toch... We gaan voor het geld, hè, jongens. Ik denk dat er toch iets mee moet. Ja, dat denk ik ook. Hier zit in ieder geval een envelop. Ik ga dat echt niet meenemen. Oh, dit is zo irritant. Want kijk, aan de ene kant denk je het is heel zwaar, dus het zal wel veel opleveren. Want hier moeten we heel veel moeite voor doen. Ja, maar ik denk dus dat juist gebeurt. Omdat wij nu denken, oh ja, dan zal het wel zo lastig mogelijk worden gemaakt. Oké, handen omhoog voor koffer. Nee. Nee? Jij wilt die? Nou ja, liever niet, maar ik denk dat het best wel wat oplevert, maar... Nou, dan moet jij hem sjouwen. Nee, ja. Oké. Okay. Nee. Meerderheid wint. En ik wil best ook een tijdje zo'n zwaar ding sjouwen. Er zit wel wat in, toch? Ja, er zit iets in. Nou, doe hem. Alsjeblieft. Nee, ja, prima. Doe maar die. Jullie zeggen allebei die. Ja, want hij gaat iedere dag naar de sportschool. Ja, ik ben de enige die hem gaat dragen. Nee, samen. Waarom de zware tas? Omdat je denkt, ja, de mol. Koffertje. Het voelde alsof er iets in zat, maar dat kan een lege envelop zijn. Dat had van alles kunnen zijn. Hé, schiet eens op, joh! Het was echt 45 kilo, geloof ik, dat ding. Ja, daar moet dan wel wat tegenover staan. Ja? Ja, 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 ja. Oké. Okay. Met Sophie? Hé, hey, Sophie. Ja, met Daphne. Hé, hey, Daphne. Waar zijn jullie? Hebben jullie bepaald? Welke plek hebben jullie uitgekozen? Wij staan aan de rand van het water bij het Element Building. Dat is het hoogste gebouw van Hongkong. Dan moeten jullie naar de overkant komen, want wij zitten vlak bij het Shun Tak gebouw. Wij zien het Shun Tak gebouw. Ja, als je naar het Shun Tak gebouw kijkt en daar links van zie je een heel hoog gebouw met zwarte ramen. Met een betonnen driehoekje op het dak waar een D op staat. Een zwarte L. Ja. Ik zie het betonnen driehoekje met het zwarte ramengebouw, zie ik. Links van het Shuntak gebouw. Ja, en daar zitten wij schuin achter. Oké, kom die kant maar op, dan bellen wij even het andere team. Oké, dus we lopen naar de Star Ferry. 20 minuten lopen, dan gaan we het water over naar de overkant. Hier komt hij aan, dan zitten we waarschijnlijk recht tegenover het Shuntak gebouw. Hallo, met Tycho. Hey Tycho, met Aaf. Het is heel belangrijk voor mij dat ik even weet waar jullie zijn. Wij staan nu bij de Clock Tower. Die is, dat is een heel beroemd gebouwtje bij de ferry. Aan welke kant van het water zijn ze? Dat weet ik niet. Dat ga ik je zo uitleggen. Ik kan niet nu drie dingen tegelijk. Wil jij het horen? Wil jij luisteren? Nee, doe maar. Wij staan eigenlijk in de haven. Dan moet je naar de overkant met de ferry, sowieso. Oké, maar voordat je dat doet, Tycho, luister nog heel even. Ja. Voordat je dat doet, kijk naar de overkant van het water. Er is één gebouw, dat is niet zo heel erg hoog, dat daar staat bovenop heel duidelijk Shun Tak. Dus er is een gebouw, dat is niet zo hoog en er staat heel duidelijk op Shun Tak. Daar, ja. Ja, zien jullie die? Oké, ik geef je heel even aan Jennifer, want dan kan zij even luisteren. Hey, hi. Hi Jennifer. Je hebt dat Shun Tak gebouw gezien, hè? Ja, zie ik. Oké, kijk dan nu naar links. Ja? En daar zie je een... echt wel hoog, spiegelend gebouw, een vierkant gebouw met een antenne erbovenop. Ja, dat zie ik ook. En aan elke kant zitten driehoekige uitstulpingen. Ja, zie ik ook. Dat zie je, hè? Oké. Ja. Wij zitten tussen dat Shun Tak gebouw en dat spiegelgebouw, maar we zitten dichter bij het spiegelgebouw. Oké, dan gaan we daar nu heen. Oké, succes, tot zo. Tot zo. Excuse me, may I ask you something? The way to the ferry. And this way here. Okay. Okay. How long is it? Oh, it's a very long. Very long? Yes. What is the belt? What is the belt? What is the belt? Hey, hallo. Zijn jullie op weg naar de ferry? Ja, we gaan nu waarschijnlijk met een trein, want de afstand blijkt langer te zijn dan gedacht. Oké, want dat andere team zit bij jullie in de buurt. Oké. Maar dat geeft niks. Maar jullie moeten gewoon zo snel mogelijk deze kant op komen. Ja, wij komen zo snel mogelijk jouw kant op. Oké, succes. Doei. Jongens, een half uur lopen is met snelle pas 25, maar dan moeten we nu wel gaan. Of we moeten een lift nemen, maar als we langer wachten, redden we het niet. Ja, zo lang gaan. Yes. Maar er gaat geen trein dus naartoe. No chin-chin. Nee, de treinen hier gaan alleen maar naar de taxi. De ferry, dat was te lang, want die reistijd is veel langer dan zij hadden verwacht. Ze gaan met de trein. Die gaat natuurlijk gewoon onderdoor. Oh, maar zij moeten niet dat andere team gaan zoeken, want dan zijn ze tijd... tegen mijn team zeggen, want misschien willen zij wel met de ferry gaan. Ja. Hallo? Hey, met Aaf. Met wie spreek ik? Met Suzanne? Hey Suzanne, hallo. Luister, we hebben net van het andere team, want die staan ook aan jullie kant van het water. Wat zeg je?
Je hoort je verstand niet. Ik sta heel slecht aan. Oh, grappig. Oké, geef dan maar even iemand anders. Mag ik jij even? Ik was, denk ik, bij dat telefoneren wel echt heel bot tegen Suzanne. Want Suzanne was van, ja, de verbinding is ook een beetje slecht. Oh, ja, zie je wel, ze zit gewoon te faken. Maar ja, goed, je moet je schuldgevoelens ook een beetje opzij zetten in dit spel. Het andere team heeft net tegen mij gezegd dat Ferry er best wel lang over doet. Dus jullie kunnen beter de trein nemen die onder het water doorgaat. Oké, we overleggen snel, maar dan nemen we het als team mee. Zij zegt dat ze geweld zijn door het andere team, dat Ferry er heel lang over doet, dat we beter de onderwater trein kunnen nemen. Gaan we dat geloven? We zitten bijna op die boot. Worden we gebeld door Aaf? Luister, ik krijg net door van de andere groep dat die boot heel erg langzaam is. Je moet met een treintje onder het water, want dat is veel sneller. Ja, het was geen speedboot, maar... Ja, je was zo aan de overkant. Dus dat hadden ze iets van... Dit is hele, hele rare informatie. Sir. Waterfront promenade. Ja. Eens. Oh, yes. God. Alles is sir, mee, alles is mee. Goed scherm. Wij zijn als malloten werkelijk gelopen richting het pontje. Op een gegeven moment komen we bij een soort V-splitsing. Links, rechts, ja, geen idee. Ik denk, laten we maar een beetje in de buurt van het water blijven. Daar was ik iedereen het gelijk mee eens, dus we zijn rechts afgegaan. Lopen wij echt in de goede richting, jongens? Je moet zo zien, die mevrouw, de Chinese mevrouw die zei 40 minuten. De Chinezen hebben de helft van onze beenlengte. Ondertussen was het echt bloedheet. Echt de zon brandde op onze kopjes. En dan loop je, loop je, loop je, loop je. En op een gegeven moment zie je gewoon, dit loopt dood. Shit, 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 shit. Hier hebben we dus helemaal niks aan. Ja, of we moeten zo om. Kun je daar nog lopen? Er is niks, er gaat niks. Weet ik niet. Oh, honden! Dat was helemaal verkeerd. Hadden we links af moeten. Ja, dan zakte moet wel even in je schoenen. Blijven lopen. Dus we zijn blijven lopen, blijven zweten. Ja, dit is gewoon kut. Ja, dit is shit. Het is gewoon echt. Het gaat deze kant op. Op een of andere manier. Hier, help naar mijn kant. Ik dacht, laten we nou in hemelsnaam het kleine koffertje nemen. Maar nee, dat grote bakbeest moest mee. Oh man, die tas. Ja, dit is de hel. Ja, echt, hij is te zwaar, hè? Hij is echt, hadden we maar het koffertje. Je moet hem even iets hoog houden. Werkelijk, je ziet die man, het is niet te doen. Er zitten gewoon wieltjes onder en die donuts. Echt. Waren we aan het lopen? Gingen we de goede kant op? Kom maar, kijk even weer. Oh, kak. Oeps, telefoon ligt op de grond. Helemaal uit elkaar. Jesus Christ, dit is echt heel dom, hè, vrouw. En de onderkant ligt in de... Ah, niet. Sorry, jongens. Ja. Wij stonden er echt naar te kijken en we dachten... Wat is dit voor actie? Ik dacht, nou, nu kunnen we het echt shaken. Nu krijgen we ze nooit meer te pakken. Nee, ze hebben geen bereik. Ik denk dat het komt omdat ze op de boot zitten. Ik kan niet zien waar die ferry is. Freek, jij hebt als laatste gebeld? Het was een kort nummer dat met een 6 begon. Dat staat er niet meer in. Ja, begon met een 6. Maar wie heeft dat eruit gehaald? Freek? Nee. We hadden even een discussie over wie heeft nou dat telefoonnummer gewist van Daphne. Want het begon met een 6, dat wisten we. Maar in de geschiedenis was het niet te vinden. Heel raar. Daar is ze weer. Met Jan-Willem. Hey, Jan-Willem. Hoe gaan jullie? Hey. We hebben eerst een wandelpad genomen wat doodliep. Ja. En we zijn nu op zoek naar de ferry. Blijven lopen. Gewoon lopen en praten. Dat is het voordeel van een mobiel. Je kan ook lopen. Dat andere team heeft de ferry al genomen. En die is al aan de overkant. En die lopen nu naar ons gebouw toe als het goed is. We gaan naar de ferry. Oké. Okay. Yo, okay. Succes. Hi. Hi. Jennifer had die hele telefoon uit elkaar laten vallen. Wij weer in elkaar zitten op hoop van zegen. Gelukkig, hij deed het nog. Kom op, dames. Telefoon. Ja, wij lopen, Jennifer.
Suzanne, waar zijn jullie ongeveer? We zijn nu aan de zijkant van dat glimmende gebouw met die rode tussenstukken. Oh, jullie zijn nu bij het Shintak-gebouw. Jullie zijn niet bij dat spiegelende hoge gebouw. Met die driehoekige uitstulpingen. Ja, die zie ik. Ja, mag ik Tigo even? Hallo. Tigo, bij welk gebouw zijn jullie nu? We staan nu voor dat hoge spiegelgebouw met die driehoeken eruit. Maar zien jullie al dat een soort van badkamertegeltjes gebouw met groene spiegelende ramen? Nee, nog niet. Nee, oké. Ren voor je leven. Gaan we doen, dankjewel. Ze waren nog niet eens bij het spiegelende gebouw. Oké, gaan we horen, jongens. Rollen! We gaan er gewoon wel voor, dus ik heb ook echt met die tas lopen rennen en lopen duwen. Dit gebouw is het! En ik zag die toren, ik denk, nou ja, dan gaan we het halen ook. Bedankt! Ja, dat zijn ze! Rennen! We have to go to 32. Welkom! Heel goed gedaan, hè? Goede aanwijzing. We komen in het hotel aan en we hadden echt zoiets van, we hebben het gehaald. En ook Aaf en Daphne high-fiven. Dus we dachten echt, we hebben het goed gedaan. Oh, wat zijn jullie goed. We hebben 20 keer 35 kilo meegeschouwd. De inhoud van de koffer is voor jullie als jullie hier op tijd zijn. Jullie zijn net te laat. Nee. 2 minuutjes te laat. Oh. Oké. Laat mij maar even zitten. Ja, jongens, tijd is op. Nou, dat is geen verrassing. Nou, we wisten dat de kans echt heel klein was dat het ons zou gaan lukken met de plek waar wij gedropt zijn, maar dat het andere team is ook niet gelukt. 1000? Duizend. Ik denk dat dat het is. Stelen nu. En dan gewoon, oh. En allemaal bakstenen. Zware dingen. Hele zware juist. Dingen die heel zwaar zijn. Zou ik de 1000 euro mogen hebben? Nu is hij echt weg. Wat zuur. 1000 euro. Ja, tot. Blijf bij mij. Ja. Gefeliciteerd. Echt, ik vind het echt heel kut voor jullie. We zitten aan tafel. Wie komen daar aanlopen? Sophie en Vree. FYI, het geld is opgestuurd. Oké. Hé, jongens, dat zouden we toch gaan overleg doen? Wat? Dat zouden we toch gaan overleg doen? Nee. Al het geld is gepost. Denken we. Want we weten het niet. Ze hebben dat met z'n tweetjes op een hotelkamer besloten. Ik heb een envelop. Iedereen mag dat zelf beslissen. Ik heb mijn envelop gestuurd. Maar we hadden toch afgesproken dat we met elkaar zouden afspreken of we dat zouden gaan doen? Nee. Dat zeggen ze maar met een soort ontspannen, relaxte van... Hey, we hebben iets zo goeds gedaan. Ik heb hem ook verstuurd. Goedemorgen. Maar jullie hebben het geld al verdeeld. Jullie hebben het geld gespleerd. Alles is uit de pot. Ja. Jongens, ik ga er toch vanuit dat iedereen wil dat we zoveel mogelijk geld verdienen. We zijn twee en hoe eerder je het verstuurt, hoe groter de kans dat er meer op is. We moeten dit altijd met z'n allen doen. Want voor hetzelfde geld is Sophie de Mol en heeft zij net al het geld gewoon in de prullenbak gegooid. Ja. We moeten altijd met z'n allen zien dat ook. Freek het geld geeft. Dat jij het in de envelop doet en dat het in dat houten kastje gaat. Ik denk het nu ben totaal met je mee. Ja. Daarom vind ik zij het ook. Misschien net al het geld. Ik vind het belachelijk dat jullie zelf hebben besloten. Bam, bam, we doen het. Maar misschien moeten we een andere penningmeester aanwijzen. Nee, Freek. Je kent dat al. Nee, Freek. I trust you, man. We kwamen aanrijden. We zagen een strandje, dus we dachten al, oh, we gaan iets in het water doen. Dat leek ons goddelijk na die zweterige Nordic Walk ochtend, maar dan in tropische temperaturen. Op het strand, wat heerlijk, de lucht.
de frisheid, het zand aan je voeten. Wat fantastisch. Strand. Oh, ik had er zo zin in. Ik wilde zo graag zwemmen. We kwamen aan en ik dacht kleren uit zwemmen. Maar dat kon natuurlijk niet, want die stond daar. Acht. Hallo. Hallo. Hi. We zien al zo'n hele mooie, oude Chinese boot liggen. Zo'n dragonboot. Ik zoek 8 mensen die goed kunnen roeien. En die gaan jullie voor mij zoeken. Daar, op het strand. Jullie hebben een kwartier. Succes. We gingen er allemaal gelijk van uit dat we sterke kerels moesten hebben. Dus gingen we gelijk voor de afdeling sportschool. Direct werd er besloten dat dat dus grote, sterke mannen moesten zijn. Terwijl je denkt, dit is Wie is de Mol. Je moet toch altijd 1 stap verder denken. Op zijn minst. Are you good at kayaking or rowing? No. No? You don't want to work out? Er stonden jongens bij een volleybalnet en er was een groepje Engelsen. En nou ja, er waren genoeg mensen om aan te spreken. Oké, okay, guys. Oké, okay, guys, it's time. Okay, go rowing, oké? Okay? Jan-Willem en ik, die holden gelijk naar de volleyballers. Want we dachten, dat zijn sowieso mannen die van sport houden. My name is JW. My name is Peng. Hi, Peng. Hi. Hi, five. We hadden in 1 keer 5 man te pakken. Oké, okay, these are 2 other rowers. Yeah. Steven en... Byron. Aaf en ik renden eigenlijk achter Freek aan, die daar een prachtige Amerikaanse god op het strand zag liggen. Nou ben je al een paar dagen van huis. Je mist je partner. Je bent misschien wat gevoeliger voor dingen. En ik zag meteen een aantal mannen dat ik dacht, nou, dat ziet er goed uit. Laten we die vragen om ons te helpen met het roeien. We are hero of the day if you help us. That would be great. That's fantastic. Yeah. Yes. That's crazy. Het was een soort Abercrombie & Fitch model. Met heel veel spieren, parelwitte tanden en prachtige ogen. Yeah, you just have to do something with the boat to get money for us. The boat have a hole in it or something? No. Ik merkte dat ik een beetje afdwaalde. Oh, you big teasers. Maar hij wilde uiteindelijk niet mee. Het was een soort model van een roket. Ja, het was een heel fout model. We hebben hier nummer 7. Onze Engelsen. Oh, thank you so much. We hebben er waarschijnlijk er een stuk of 12, maar dan moeten we gewoon de 8 beste nemen. En dat zijn 2 Engelsen die kunnen goed communiceren. Okay. Ik denk binnen 5 minuten hadden we 13 roeiers staan, maar echt van die. I am Chinese and I'm really big and I'm strong. Applaus voor iedereen die meedeed. Thank you. Maar goed, grote sterke mannen, waaronder zelfs een kajakkampioen. Die liep daar zomaar toevallig op het strand rond. En die wist Tigo te vinden. Ik dacht, wat we ook gaan doen, met dit team gaan wij winnen. Hier in Hongkong worden jaarlijks drakenbootraces gehouden. Dat is een traditie die al eeuwen teruggaat. Net als gokken. En jullie gaan meedoen. Met het roeien en met het gokken. Als jullie straks de 100 meter sprint winnen, verdienen jullie 1000 euro. Jullie tegenstanders, dat is mijn team. Die hebben jullie van mij gevonden. Dank daarvoor. En toen gebeurde er eigenlijk wat ik had verwacht. Namelijk, we moesten tegen hun roeien. Jullie kunnen ook nog geld uit de pot inzetten. Bij winst wordt dat verdubbeld, bij verlies gaat het uit de pot. Zeg het maar. Chinezen houden van gokken. Wij mochten ook gokken. We mochten geld inzetten uit de pot. En ik wil fysiek geld. Oké, dan kan het. Het was een topmolactie om die enveloppen zo ongezien zo vroeg te versturen. Oh, ze hebben niks op zijn leven te verergeren. Jammer. Ja. Dat is de inzet 1000 euro. Oh, jongens. We gaan jullie voor 1000 euro spelen. Tegen mijn team. Ziet er sterk uit. Ja, dat valt niet. Ik wens jullie heel veel succes. Dankjewel.
Tuurlijk is dat een verloren zaak. Hallo, 8 van die kerels. Frisse Chinezen die daar op vakantie of even aan het chillen zijn op het strand. En denken, tuurlijk doen we mee. Hey jongens, op zo'n Chinese boot werkt volgens mij met ritme. Dus dat wordt aangegeven. Bam, bam. Toen was daar Sophie. En Sophie bleek een enorm roeipiddelverleden te hebben. En die kan niet meeroeien, dus daar moet je natuurlijk een licht iemand voor hebben. Ik heb een beetje roeiervaring. Dus ik dacht, misschien kan ik ze een soort van spoedcursusje roeien bijbrengen. Even een eentje naar achter. Slag klaar voor achteruit. Gebruik geen trommel. Ja, lekker beginnen voor je, dat is goed. Heel goed. Sophie, echt super tips gegeven. Sophie heeft ons in een paar minuten een stoomcursus hoe bestuur je een dragonboot gegeven. Slag klaar en... Dus werden wij eigenlijk ontzettend aangemoedigd door het enthousiasme van Sophie voor deze opdracht. En toen kwam het vertrouwen en het geloof in onze groep eigenlijk weer een beetje terug. En we dachten, ja, ja, wij kunnen het toch wel redden. Het kon veilig gebeuren, dus we kregen onze zwemvesten aan. We werden geholpen naar het startpunt en daar lagen we klaar om in actie te komen. We hadden een onmogelijke uitgangspositie. 5 vrouwen, 2 mannen en een homo tegen 8 Chinese topatleten. 3! Het belangrijkste woord in deze competitie was slagklaar. Slagklaar. 2! Slagklaar betekent die peddel in het water. Wachten tot de hoorn gaat. En op je voorganger. Let op je voorganger. En go. En roeien. Tegelijk. Met dat ding in het water. En roeien. En roeien. Go, go, go. Het was natuurlijk ontzettend spannend. Het was maar 100 meter, dus we moesten alles geven. Het was echt een piekinspanning. Aaf. Aaf ging voorop. Wat een geweldig beeld was dat. Aaf daar voor op die punt met die grote stok in haar handen. Goed zo, ja! Ik heb mezelf toen op een heel rare manier in die trommelpositie gemanoeuvreerd. Ik had gezegd, ik ben de slapste. Dus toen zei de Anna, nou, als jij de slapste bent, dan is het handig als jij gaat trommelen. Ja, goed. Ja, het gaat heel goed. Ja, toen kon ik natuurlijk niet meer ineens al zeggen, oh nee, ik heb toch heel veel spieren. Ja. Misschien wel een van de mooiste momenten nu al in mijn Wie is de Mol carrière. Op ons allerhart en maar ook allemaal tegelijk, want het kan heel goed misgaan als eentje uit het ritme zit. Dan is het een rommeltje en dan ben je je snelheid kwijt. Je moet laten zien dat je wat kan, ook in de mol. Gewoon knallen, bam. Ik wil er gewoon lekker van, van. We waren allemaal weer een soort van 8 kinderen die uit een soort van enthousiasme daar over die zee gingen. Dit was zo'n te gek moment. Het voelde zo heerlijk. Op het water, tegen dat andere team wat echt goed was. En wij die echt samenwerkten. We waren een groep. Niemand was de mol, niemand was de winnaar, niemand was kandidaat. Niemand was. Het was. We waren samen. En op een gegeven moment krijgen we door. We liggen voor. In de gaten. Ja, als we dit tempo doorzetten, dan gaan we gewoon winnen. En iedereen raakte zo enthousiast daarvan. Iedereen ging nog harder schreeuwen en echt kracht zetten. En uiteindelijk over die finishlijn. Oh, dat gevoel. Geluk dat dan door je aderen stroomt is onbeschrijfelijk. Het was echt te gek om te doen, een soort sterrenslag. Eat your heart out was dit. Nog leuker dan van kinderen winnen, hè? Ja. Eerlijk zijn. Ja, de mol heeft ook zwaar meelopen roeien. We waren zo synchroon, we waren zo goed. Ik denk dat we het Nederlandse roeiteam maar uitgeroeid hadden, echt. Gewonnen! Ja, en hoe? Jullie hebben jezelf overtroffen. Gefeliciteerd! Ja.
Heel knap gedaan. Dank je. Zelf trots? Ontzettend trots. Heel. €1000 hebben jullie verdiend. Je wil het hebben? Freek? Ja, de penningmeester? Zeker, dank u. Alsjeblieft. En gefeliciteerd. Dank je wel. Geniet nog even na. Ik zie jullie morgen. Gaan we doen. Dank je wel, hart. €1000 in de pot. Wij zijn het Waterland. Wij hebben onze trots hoog gehouden. Nederland heeft China verslagen. Het enige wat ontbrak waren oranje shirtjes en de inhuldiging van onze koning. We hebben het gewoon echt supergoed gedaan. Dus als er een mol aan het werk was, dan was dat niet zijn beste dag. Ik denk dat hier niet zo goed de mollen viel. Ik denk dat er op één plek de mollen viel. Er is namelijk één, de mol weet dat we 8 mensen moeten gaan uitzoeken. Die weet dat we 8 sterke mensen gaan uitzoeken. Er zat één kajakkampioen bij. Pink weet niet of die toevallig op het strand liep, maar die toevallig werd aangesproken. Tycho heeft die kajakkampioen aangesproken. Mm-hmm. Maar Tycho heeft keihard gekajakt. Daarom, ik begrijp het niet. Ben jij de mol? Jij? Ik vroeg het eerder. Doen we zo. 1, 2, 3 en dan zeggen we gelijk het antwoord. Is het leuk? Dan zeggen we allebei ja. De kandidaten zijn in een opperbest humeur. Een middagje strand en dat levert ze ook nog €1000 op. Maar ook de mol is in een goede stemming. Het had 2 keer zoveel kunnen zijn als er potgeld was geweest om in te zetten. Nog een nachtje slapen en dan staat de kandidaten een test en executie te wachten die de verhoudingen meteen op scherp zal zetten. Gisteravond bedacht ik een lumineus plan en ik dacht, misschien moeten we een groep met de vrouwen een verbondje sluiten. Morgen is de test. Ja. We gaan gewoon de lijst doornemen, we gaan elkaar helpen, zodat er 5 dames in aflevering 5 zijn, of waar zitten we dan? En dat de jongens allemaal uit zijn. Dus dat wij alle antwoorden van elkaar in ieder geval weten. Ja. Ja. We gaan proberen de mannen kapot te maken. Dus ik stelde voor dat we met alle vrouwen naar de kamer van Aaf en mij zouden gaan om daar de hele vragenlijst door te nemen. Geef de lijst dan van mij of heb je er andere? Jij doet gewoon alles over jezelf, niet naar ons. We hadden op het terrasje natuurlijk lekker wat gedronken en toen kwamen de tongen los en we zaten allemaal, nou ja, waar hoe vrouwen met elkaar praten. Het ging over winkelen en over liefde. Dat ben ik ook echt. Jij was voorbereid. Ja, ik was voorbereid. Er was al een soort extra saamhorigheidsgevoel. Wat is, ben je doen het zelf voor? Ik ga kijken wat ik heb ingevuld. Moi, ik kan wel wat. Dus ik ben er direct in meegegaan, want ja, een pakt. In een bak. Heb je dan wel een zwemdiploma? Ik heb mijn A. Ja, ja. Geen D? Nee, want ik moet onder water zwemmen. En dat hoort bij me tot 3 angsten. Maar ik durf wel op een krukje in een roeiboot te zitten, hoor. Ja, we waren heel in stem. Ja, vrouwen door naar de finale. We laten de mannen achter ons. Er zijn er toch nog maar 3 over. Ja, en... Oh, vind ik zo spannend. Sisterhood. Ja, het vrouwenverbond. Ja, dat is altijd een beetje ingewikkeld met vrouwen. Koosnaampje. Sofippe. Ik weet het niet helemaal precies hoe dat zit. Zus de favoriete winkel? Le Fournin, de Franse bakker. Ja. Wij hebben een soort van schijnbondje met alle dames. Dat is heel gezellig. Maar we zijn met z'n 5. Dus het is waanzin om dit als een echt bondje te beschouwen. Het is gewoon geen bondje. Ik heb sinds groep 5 niet meer zoiets leuks. Goedemorgen. Goedemorgen. Dit is het Design Instituut. Het is een prachtplek voor een nieuwe groepsopdracht.
Maar ik heb iets anders voor jullie in petto. Ja. Maak je klaar voor test en executie. Ja, we krijgen weer een test. Een test en executie. Waarom weet je dit? Het is elke keer hetzelfde. Waarom zijn we zo stupide? Dit is de mol-editie der executies. We begonnen met een executie en het houdt maar niet op. Wij dachten, nou leuk, er komt weer een opdracht. En wat denk je? De vierde executie in 3 afleveringen. Tijd voor de test. 20 vragen over de identiteit en het doen en laten van de mol. Degene die het minst weet, ligt uit het spel. Behalve de mol. Die hoeft nooit naar huis. Het gekke is dat ik nu al het gevoel heb dat we al bijna bij de finale zijn. Maar er zijn echt nog maar 2 kandidaten afgevallen. En dat is echt bizar. Want ik denk nu, nee, ik weet wie de mol is. En ja, de rest, leuk dat ze meedoen. Maar die moeten zo snel mogelijk afvallen. Als ik nu de test zou moeten invullen, dan spreid ik hem op Aaf, Jennifer en Sophie. En Sophie is dan mijn molletje deze keer. Ik heb besloten om het over niet meer dan 3 kandidaten te verspreiden. En dan zijn het Tycho, Suzanne, Aaf. Mijn mollen zijn op dit moment Suzanne, Sophie en Freek. Jennifer is in, als we in de bus zitten of op het moment als we eten, tot nu toe best wel rustig en observerend bezig. Of ze is heel tactisch als kandidaat aan de slag. Ik heb soms het gevoel dat ze al weet wat er gaat gebeuren. Ik hou Sophie erbij, omdat die zichzelf het verdacht heeft gemaakt de afgelopen dagen. Tycho, omdat Tycho de boel verstoort, verdraait, iedereen gek maakt. En Daphne. Ik ga van 4 naar 3 hot seats. En ik denk dat ik Daphne erop ga zetten. De andere vrouw die ik verdenk is nog steeds Aaf. De onwaarschijnlijke, maar als het is, oh zo briljante mol. Als het om het geld gaat, weet ze toch altijd weer op haar onnavolgbare wijze verwarring te zaaien. En de andere vrouw is Jennifer, ook al is die wel een beetje gezakt. Top 3, Tycho, Jennifer, Sophie. Maar ik heb een vrijstelling. Moesten jullie al afscheid nemen van een medekandidaat. 2 mannen, Maurice en Owen, vielen af. Deze keer een vrouw? Of houdt Wie is de Mol hier voor jou op? Tycho. Freek. Jan-Willem. We zaten keurig klaar om te horen wie er zijn scherm te zien zou krijgen. En toen ging Art ineens staan. Dat hoort niet bij de executie. Voordat we verder gaan met de executie, wil ik dat jullie duo's vormen. Toen ging het toch weer anders. Denk goed na over met wie je dat doet. Want slechts 1 van jullie 2 krijgt zijn scherm te zien. We moesten duo's vormen. En van die duo's zou steeds maar 1 iemand zijn scherm te zien krijgen. En dan nog iets. Wie dat is, wordt bepaald door 1 van de andere 6. We kunnen daar even rustig over leggen. Jongens. Hier moeten we elkaar iets gunnen. Ik bedoel, willen we elkaar wat gunnen? Willen we met z'n allen door? Maar hoe weet je of iemand een vriendin... Kijk, als je met haar bent, dan kan je natuurlijk gewoon haar het scherm laten zien. Want zij heeft het wel door, maar misschien heeft ze hem niet ingezet. Dat weet je niet.
Ja, het maakte eigenlijk, denk ik, niet eens zoveel uit. Alleen wilde natuurlijk iedereen bij Suzanne. Want Suzanne had, dachten wij, de vrijstelling wel ingezet. Dus als je bij haar zou zitten, zouden de anderen misschien genade voelen en zeggen, nou, Suzanne is toch wel door. Dus dan moet Suzanne maar naar haar groene scherm kijken. Maar zo zul je überhaupt zeggen of je hem in hebt gezet of niet? Want anders moeten we niet op jou gaan stemmen. Ik heb besloten dat ik dat niet ging zeggen. Ja, maar dan gaan we. Ik dacht, nou ja, ik ga maar met de gekte mee. Iedereen kan nu alsnog een rood scherm krijgen. Ik waarschijnlijk niet. We kunnen toch juist degene die bij Suus zit naaien? Dat kan ook. Dat is het. Deze opdracht is gunnen. Dat kan ook. We gaan elkaar samen naaien. Maar kijk, dat is de vraag. Gunnen of naaien? Toen realiseerden we ons dat dit spel vooral tactisch gespeeld moest worden. Het is ook heel sexy om met degene die het meeste denkt te zitten. Want als die eruit valt, dan ben je een van je kandidaten kwijt. Dat risico kan je ook gaan lopen. Ben je niet maar een van je kandidaten kwijt. Stel dat hij een rood scherm krijgt. Ja, het ging een beetje gek. Zoals heel vaak dingen bij ons een beetje gek gaan. We verzanden heel snel in allerlei heel druk gepraat. Een rood scherm is de enige garantie dat iemand niet de mol is. Oh, de ik ander bepaalt. Ja, Jennifer. Okay. Ik zou gewoon nu duo's vormen. Ja, nee, maar luister. Ik dacht, laat ik dit nou met Freek doen. Want wij hebben gisteravond met de vrouwen bedacht. Laten we een vrouwenpact vormen en laten we die mannen eruit werken. Dus ik dacht, als ik nou met een man ga en we vragen aan een vrouw wie het scherm te zien krijgt, dan kiezen ze natuurlijk altijd voor Freek. Want girl power. Iedereen wil nu met Suus. Laten we wel mee. Ja, jij wil niet met Suus. Ik ga naar Willem. Tycho is geboren als mol. Zijn hele levenshouding is verdeel en heers. En als je dan moet kiezen wie een scherm te zien krijgt, dan kiezen ze Tycho. Nou, dan ga ik met Freek. Jullie twee. Goed. De duo's zijn gevormd. Dat dilemma hebben jullie alvast opgelost. Maar nu moeten jullie als duo echt een lastige keuze maken. Hier is iets mis. Hier gaat iets gebeuren. We kregen allemaal een kaartje. Welke andere kandidaat gaat beslissen wie van jullie tweeën zijn scherm te zien krijgt? Jullie hebben een minuut om daarover te beslissen. Tijd gaat nu in. Vindiens lot of vindiens handelen bij ons lot. Dat is een hele andere discussie. We kregen per duo een kaartje van Art. En per duo moest je opschrijven wie van de andere zes over ons scherm zou besluiten. Daar waren Aaf en ik het vrij snel over eens. We dachten, dat laten we Suzanne doen. Want Suzanne is gewoon een hele lieve, integere, eerlijke vrouw die alles zou doen om niemand te kwetsen. Dan komen we er niet uit. Mag ik eens spelen? Wat? Rock, scissors, paper. That's it. Toen Art uitlegde wat de bedoeling was, wisten Tycho en ik het even niet meer. Het was een momentje van verwarring. Nog een halve minuut. Er moet een naam op het papiertje staan. We hebben Suzanne opgeschreven, omdat Suzanne een beetje, in onze ogen, de meest betrouwbare persoon is. 10 seconden. Maar dat staat er. Maar wie vertrouw jij daarin het meest? Dat is de vraag. Uiteindelijk mocht ik van Suzanne bepalen wie dan voor ons het lot zou bepalen. En ik koos Daphne. Schrijf anders die naam op die al zei. 3 vragen. Ja, 2. Prima. 1. Ja? Freek. Jennifer. Wie hebben jullie opgeschreven? We hebben Suzanne opgeschreven. Sorry, Suus. Sorry. Suzanne? Dat betekent dat jij gaat beslissen wie zijn scherm te zien krijgt. Freek of Jennifer? Sorry, Jen. En toen zei Suus, Jen, sorry. Dacht ik, nee, dat vrouwenpact is dus ook niks meer waard. En ik verdenk Freek niet, misschien is dat dom, maar ik verdenk Jennifer meer. Jennifer.
je niks meer halen. Ja. En toen het scherm groen werd, toen dacht ik, oh, eigenlijk was dit het meest ideale. Want ik heb mijn scherm gekregen en ik weet dat het groen was. Dus ik weet dat ik die test in ieder geval niet het slechtst heb gedaan van allemaal. Het volgende duo. Daphne, Aaf, welke naam hebben jullie opgeschreven? Omdat jij zo lief bent. Ik dacht, nee, hè, moet ik het nou allemaal opknappen hier? Ja, maar ja. Ik neem je echt niet kwalijk, echt niet. Aaf en Daphne. Suzanne, omdat ze zo lief is. Ja, dan schiet ik dus niks meer met mijn lieve domme karakter. Suzanne, bevoorrechte positie. Ja, heerlijk. Och, jongens. Echt. Je mag weer beslissen wie zijn scherm te zien krijgt. Ik zeg Aaf. Ja, dan heb je er zelf om gevraagd, Aaf. Ik noem jou. Aaf? Willem, Tycho, Aaf. Aaf. Aaf, jij mag over het lot beslissen van de heren. Tycho of Jan Willem. Jan Willem. En wat denk je? Aaf kiest mij. Jan Willem. Schermen. Tijd voor het laatste duo. Sophie en Suzanne. Welke naam staat er op jullie kaartje? Daphne. Daphne. Jij mag bepalen wie haar scherm te zien krijgt. Ja. Sophie of Suzanne. Als het scherm groen is, gaan jullie allemaal door naar de volgende aflevering. Rood, toch nog een afvaller. Ik kon ervan uitgaan dat Suzanne haar vrijstelling had ingezet. En dus wist ik, als ik Suzanne haar scherm liet zien, dan waren we allemaal door. Want zij kon er toch niet uit. Maar als ik Sophie het scherm liet zien en ze had een rood scherm, ja, dan moest zij weg. Suzanne. Suzanne? Wat een onmogelijke actie. Ik had het niet gedaan. Het is natuurlijk hartstikke gezellig en we hebben het heel erg leuk. Maar het is niet wie is de reisleider, het is wie is de mol. Kom op, we zitten in een spel. Je wilt toch winnen, je wilt toch weten wie het is. Ja, ik ben dus eigenlijk blijkbaar geen goede kandidaat. Maar dat vond ik dus veel te ver gaan en heel erg ongezellig. Er was één vrijstelling in het spel. En die is ingezet door Suzanne. Ik kies je mij. Ik was de enige met een vrijstelling. Gefeliciteerd. Jullie zijn allemaal door naar de volgende aflevering. Harten. Hallo, we zijn allemaal door. Dit is leuk nieuws. Dank je. Ja, maar ik was wel de enige, Tycho. Ja, die moest kiezen voor iemand. Dit is de moeilijkste keuze. Ja. Daphne koos voor de liefde in de groep. Ja, ik vond het zo lullig na 3 groene schermen en dan een rood scherm. Je zit hier voor jezelf. Je moet het pionnetje blijven zien, niet de hele tijd die mensen erachter. Maar ja, dat is de mol. We kwamen bij de langste roltrap ter wereld. Mafkees, koraal, derrière, emotie. ABC, aroma, biljet, corsage. Veel beter. Veel slimmer. Oeh, een ABC'tje. Alles wat er gebeurd was, van Tycho tot en met Aaf, had Jan Willem meegekregen. Dus mol, ik heb je door. Tijd voor een traktatie. Ik heb één joker gegeven. Dan spreek je niet de waarheid. Ah. Die laatste, maar die moet je even apart houden. Ik heb die koker in mijn onderbroek gestopt.
Nou, niet zoveel veranderd. Dat blijft onveranderd, maar wat een spannende aflevering. Ja, en wij gaan napraten met wie? Met Carolien Borges en Jan Kooijman, dat kan slechter. Ja, op wieisdemol.afro.nl. Nu kijken naar Mol Talk. In